Hij heeft bijna een miljoen abonnees op YouTube, een half miljoen op TikTok en zo'n 300.000 op Instagram. Wat hij doet, hij maakt smoothies. Ja, Joey, van harte welkom. Ik ja, zeg dankjewel. het even heel kort door de bocht. Want ik vroeg me af eigenlijk, ben jij nou een. Creator of heb jij een e-commerce bedrijf? Nou, dat vind ik zelf ook nog wel eens lastig om die vraag te beantwoorden. En ik had daar een half jaar geleden een heel ja. ander antwoord op gegeven, denk ik. Ja. Ik zei altijd van ik ben Joey en ik verkoop 100% natuurlijke kleursoft, Dus ik ben een, ik heb een e-commerce bedrijf. Ja. Um, maar dat is eigenlijk langzaam de laatste paar maanden is dat veranderd, omdat social media zo'n zo gek huis was. Het, was ja. zo, het groeide zo hard. En ja. uh, ik had er zoveel plezier in dat eigenlijk die webshop ging steeds verder omlaag qua hoeveel tijd ik erin besteedde. En social media ging steeds meer omhoog qua hoeveel ik daarmee bezig was. Dus ja. nu ben ik eigenlijk gewoon een creator en... Ik verkoop ook nog producten, maar eigenlijk is het creëren ja, zijn is echt, echt mijn, zijn. Uh, mijn baan. Want, want wat mij wel opviel, want ik ben wel nieuwsgierig... want de aantallen zijn natuurlijk gigantisch, hè? Bijna een ja. miljoen, uh, volgens mij bijna een half miljoen inderdaad op TikTok. Ja, en, in, zijn dat de hoofdkanalen, die drie, Insta, TikTok en YouTube? Ja, zeker. Ja, YouTube is wel echt het belangrijkste. Maar ja. Uh, ja, het begon eigenlijk al op TikTok en Instagram is erbij gekomen. Die drie zijn nu samen nog steeds wel echt... Uh, de kanalen. Ja, de kanalen inderdaad. Wat mij opviel, was de relatief lage... Uh, weer, we duiken meteen het vakgebied in, want ik, ben ik, dus, ik vind het leuk om met creators te praten... Ja, ik heb er al meerdere hier in de studio gehad. En ik ben er zelf natuurlijk ook Precies. eigenlijk eentje. Ja. Hè? Uh, wat mij opviel was dat de weergaves relatief laag zijn van de video's. in vergelijking met het aantal abonnees. Hoe kan dat? Nou, het valt op YouTube. Uh... Ik Ben ik echt begonnen als met shorts zeg maar, ja. um, ah, en longform is me echt later bijgekomen. Ja. Dus ik ben nu de laatste paar maanden dacht van, oh ja, shorts gaat echt door het dak en lijkt me super tof om ook longform YouTube-video's te maken. Maar dan ja. zijn echt compleet andere algoritmes en ja. moet je eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Ah, um, daar dus ik heen. ben er eigenlijk best tevreden mee. Ik krijg, ik heb dan nu 900.000 abonnees en ik krijg misschien. Uh, 7000 weergave op een video of zo. Dat is ja. heel, heel weinig relatief voor mijn abonnees. Ja, maar ja, ja, ja. ja, je moet echt opnieuw beginnen. Je moet ja. echt opnieuw opbouwen. Je moet helemaal leren om thumbnails te maken, wat ik natuurlijk niet gewend was. Ja. Dus ja, ik begin eigenlijk weer helemaal vanaf ah, nul. Ja dus dat is dus inderdaad al een tip die mensen mee kunnen nemen. Dat het grote onderscheid is uh, dat, dat je echt als Shorts-kanaal bent begonnen en nu naar nou, ja. je longformat. Uh, ja, en je, en je hebt natuurlijk, denk ik, de mazzel gehad dat je je had. Ik zag een paar echte knallers tussen zitten. Dat van, is het ook. Uh, weet ja. ik veel. Uh, wat was het? Echt miljoenen. Ja, mijn hoogst bekeken video op YouTube is 150 miljoen keer bekeken inderdaad. Ja. En dan krijg dus, je ja veel abonnees. Dat is het inderdaad. Ja, ja dus als ik nu een short plaats, wordt die ook niet meteen honderdduizenden keer bekeken. Misschien, misschien ja. gemiddeld, het minimum is 50 k ofzo. Ja, ja, ja. Maar ja, dat, dan zijn er een paar uitschieters iedere keer, iedere maand weer een paar video's die dan richting de 10, 20, 30 miljoen gaan. Ja. En uh, daar moet je vooral van hebben eigenlijk. Dat is het bij mij. Uh, neem ons eens mee in wat uh, wat we zien op jouw YouTube kanaal. Want ja. <laughs> het is wel heel bijzonder moet ik zeggen. Ja, het begon ook toen ik net voor het eerst dit soort content ging maken. Mensen hadden ook geen idee wat het was. Dus mensen keken erna, uh, maar mensen dachten dat het slijt. Was of die dachten dat het in de kaas of brood was, die hadden geen flauw idee. Dus nee. ik heb het echt gedurende de afgelopen twee jaar moeten leren aan mijn volgers van: nee, nou, ik maak smoothies en ik maak niet geen slijm of weet ik veel wat nee. zeg maar. Um, dus nou, wat ik doe, ik, uh, ik heb een blender, een hele dure blender. Ze dus hebben ja, mijn telefoon, hang ik daarboven uh, en vervolgens voeg ik fruit toe, bijvoorbeeld fruit, meestal, van, meestal bananen. Die voeg ik toe aan die blender. En het is een hele dure blender en die trekt op een bepaalde manier die, dat fruit naar beneden... waardoor je een heel soort, soort vortex swirl krijgt, hoe je het ook wil noemen. <laughs> ja. um, en dan voeg ik natuurlijke kleurstoffen toe, die verkoop ik dus zelfs. Daar, zo is het ooit begonnen, eigenlijk als reclame voor mijn eigen uh, webshop. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus ik voeg één theelepel van mijn kleurstoffen bij. Dat is bijvoorbeeld een poeder gemaakt van uh, dragonfruit of uh, matcha. Dus is dus gewoon natuurlijke kleurstof. Voeg ik één theelepel toe aan die smoothie en dan wordt die, dit poeder wordt in de smoothie getrokken en dan trekt die kleur erin vanaf de zijkant en dan ziet het er uit. Ja, heel het zijn een soort vier uit. sporen zeg maar ja. vanuit de hoeken en het, het zijn typisch van, van die filmpjes dat je jezelf je afvraagt wat de fuck zit ik hier weer op social media te doen. Ja, waar, ben ik ik van, waar ben ik beland? Waar ben ik beland? Laten we bij het begin beginnen, want uh, laten we dus helemaal bij het begin beginnen, ja. want er zit wel een verhaal uh, aan wat daar aan vooraf gaat wat ik wel interessant vind, want jij was als jochie... Ben je langdurig ziek geweest, hè? Ja, klopt. Daar is eigenlijk allemaal begonnen. Als mensen vragen: van, hoe ben je je bedrijf begonnen? Dan moet je eigenlijk helemaal terug naar die tijd. Ik was toen ongeveer een jaar of twaalf of zo. Ik ben toen in Zuid-Afrika geweest. Um, en toen kwam ik terug en toen was ik een weekje ziek. En ik voelde me meteen al niet lekker toen ik net terug was. En, um, je was op vakantie geweest. Met jou? Ja, ik was op vakantie geweest met mijn open oma, die waren daar vaak in de winter om te overwinteren en waren een keertje op bezoek geweest. Ja. Um, dus ik was, daar, ik was terug en toen was, was ik meteen al niet lekker. Meteen toen we geland waren, ik was al niet helemaal lekker, niet helemaal fris. En um, dus op zich niet over nagedacht, na een week was ik weer beter. Maar vanaf dat moment was ik eigenlijk iedere maand was ik wel even een weekje ziek. Dus het was al een beetje dat je dacht, iets gaat er mis. Ja. En er werd eigenlijk gedurende de jaren toen ik 13, 14, 15 werd, wel dat steeds meer. Dus op een gegeven moment zat ik op het middelbare school. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon echt een half jaar alleen maar ziek geweest, alleen maar in bed gelegen. En ik uh, ja, kon helemaal niks, kon niet naar school. Kon, uh, ja. Ik functioneerde eigenlijk niet meer. Hm. Um, dus ja, ieder ziekenhuis in Nederland gehad, AMC, UMC, alles gekeken. Maar ze konden eigenlijk niks vinden. Dus op een gegeven moment hadden ze wel gezien dat ik uh, te weinig witte bloedlichaampjes had, als ik het goed zeg. Yeah. Ze zagen wel, er gebeurt iets, maar wat het nou precies was, wisten ze niet. En uiteindelijk bleek het dan een virus te zijn in mijn twaalfvingerige darm, die in Zuid-Afrika waarschijnlijk uh, yeah. opgelopen is. En uh, ja, dat heeft er gewoon voor gezorgd dat ik heel lang ziek was geweest. En uh, ja, op jonge leeftijd geleerd dat je ook niet altijd je goed kan voelen en dat je niet altijd uh, fit bent. En gedurende de jaren daarna, daardoor best wel geïnteresseerd geraakt in gezond eten, gezond leven, om soort van, te voorkomen dat je daar ooit nog last van hebt. Want was je zodanig ziek dat je ook niet naar school kon of zo? Ja, ik ben echt toen een half jaar niet, bijna niet naar school geweest. En dat uh, was best wel heftig, best wel lastig als jong kind. Dus dat nee. heeft wel een soort uh, drive gegeven om met gezond eten te bezig te zijn in ieder geval. En uh, ja, uiteindelijk, als je kijkt, een paar jaar later heeft dat denk ik voor gezorgd dat ik... Uh, ja, ja. Dit idee kreeg, zeg maar. Dus dat is, uiteindelijk heeft het wel een mooie twist gehad. Want even van twaalf jaar na nu, daartussen zat, heb jij iets van studie gedaan of uh, bij Braaf gaan studeren en zo allemaal? Ja, ja zeker. Ik heb uh, gezondheid en management gestudeerd. Dus ik okay. ging ook al in die richting ja, ja, studeren. Ja, ja. Dus die, die, die echt een, een sleutelmoment geweest, die ziekte eigenlijk. Ja, ik ben er nu ook heel dankbaar voor. Want achteraf ja. op dat moment zelf ja, vond ik het natuurlijk heel lastig en moeilijk. Ja, ja. Je mist je vrienden, je mist gewoon. Ja, normaal naar school gaan, normaal als kind wil je niet naar school, maar ik wilde wel echt naar school. Ja, snap ik. Um, dus ja, dat, dat loop je allemaal mis en um, op dat moment baal je, daar, je daarvan. Maar uiteindelijk ben ik er heel blij mee, want uiteindelijk, daardoor ben ik zo geworden. Anders was ik heel iets anders met mijn leven gaan doen ja. waarschijnlijk. Ja. Dus het heeft me een hele leuke passie gegeven, waar ik uh, denk de rest van mijn leven profijt van heb. Dus ik ben die opleiding toen gaan doen inderdaad met het idee van, nou, ik vind gezondheid interessant en uh, ja, daar wil ik iets mee gaan doen. En uh, op een gegeven moment werkte ik bij de Albert Heijn uh, en dat vond ik echt vreselijk. Ik vind het vreselijk om zo laat ergens te moeten zijn en verplichtingen te hebben. Dus ik vond het echt een verschrikkelijke bijbaan yeah. tijdens mijn studie. <laughs> ja. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk gewoon gaan ondernemen en uh, daar iets mee gaan doen. Kijken van, uh, ja, hoe kan ik geld verdienen zonder dat ik per se naar de Albert Heijn moet en vakken moet vullen en dat soort dingen. Uh -huh. Dus uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, begonnen met ondernemen. Ben ik Venitas begonnen, wat nu ook nog steeds mijn bedrijf is. Ja. Yeah. Destijds met het idee om gezondheidsadvies te geven. Want dat was natuurlijk een beetje mijn ding. Uh, nou, ik, heb, ik had mijn moeder als klant en dat was de enige persoon in de eerste maanden die het wilde kopen. Dat lukte echt, kwam totaal niet van de grond. En het was advies. Ja, ik gaf echt voedingsadvies van ja. hoe je gezond kon leven, hoe je ja, kon afvallen en dat soort dingen. Ja, er waren wel heel veel mensen die dat deden. En ja. ja, ik was daar ook nog iets te jong voor iets te onervaren voor. waarschijnlijk. Uh -huh. dus, maar in ieder geval één klant, maar dat uh, was uh -huh. alleen mijn moeder, dus dat uh, telde niet helemaal. Uh -huh. en, uh, maar toen ben ik wel begonnen met ondernemen. Ik had een Instagram-account gemaakt waarop ik wat recepten ging delen. Uh, en op een gegeven moment. Uh, kwam ik toen volgens mij, ik volgde iemand in Australië... en die, had, die gebruikte die kleurstoffen die ik nu verkoop. Ja. Uh, die waren daar verkrijgbaar, maar in Europa waren die helemaal niet verkrijgbaar, die, uh, die producten. Um, dus toen dacht ik, nou dat is op zich wel vet, ik zou het wel willen bestellen... maar ja, je kon het gewoon niet bestellen in Europa. En toen dacht ik, nou dat is eigenlijk wel gaaf. Ik heb al een bedrijf wat eigenlijk niet echt loopt, maar ja, ik wilde ja. wel ondernemen. En um, ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van... nou zou ik misschien die producten kunnen gaan inkopen, kan ik daarmee beginnen? Um, en zo is eigenlijk mijn bedrijf echt begonnen zoals het nu nog steeds uh, is... En dat product leggen ze uit. Dat zijn, dat zijn hele felle poeders. Maar ja. het, ziet, het ziet er heel eng uit. Maar het is dus juist heel natuurlijk. Ofzo. Ja. Het, ja. kleurstof heeft altijd een beetje een slechte naam. Op zich ook logisch. Want vaak zijn kleurstof zijn e-nummers en mm -hmm. zijn altijd een soort cowboy-verhalen. Dat dat slecht is voor kinderen en zo. Of dat waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval heeft dat vaak een slechte reputatie. Mm -hmm. um, en ik wilde gewoon op een natuurlijke manier. gezond eten leuk maken. Eigenlijk maar dat is een beetje wat ik had ervaren. Ik ging gezond eten door muziek ziek zijn. Maar ja, dan ga je salade eten. En het is wel een beetje saai. Gezond eten had een beetje een saaie reputatie. En ik vond het heel tof om gezond eten een toffe reputatie te geven. Dat het ook leuk kan zijn: dat het niet is van, oh ja, ik moet kiezen tussen McDonald's, wat lekker en leuk is. of ik moet kiezen voor een saaie, uh, duffe salade. Ik dacht, je kunt ook gewoon mooie kleurrijke smoothies maken. Of ja. whatever, weet je wel. Ja. Uh, dat was een beetje mijn idee. Uh, dus zijn er zijn nou inderdaad poeders gemaakt van planten of fruit waar je dus je eten mee kan kleuren. Dus ik heb bijvoorbeeld een uh, roze variant gemaakt van dragonfruit. Uh, een blauwe variant van spirulina. Zo kun je echt alle kleuren van de regen mogen aan je eten geven. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld smoothies, dat is natuurlijk uiteindelijk waar ik het voornamelijk voor doe. Maar je kunt het ook gebruiken voor pannenkoeken of sushi of nee, wat dan ook. Ja, ja. Uh, en het is alleen gemaakt van planten of fruit. Dus het heeft één ingrediënt en verder niks. Dus normaal als je naar de supermarkt gaat en je kijkt op de achterkant van een voedingsmiddel dan kijk ja. nou het staat er een hele lijst met e-nummers en dingen en bij mij is het gewoon dragonfruit punt meer is het niet er zit niks ja, ja. aan toegevoegd okay. uh, dat is wel heel tof 100% natuurlijk en uh, je voegt gewoon even wat fruit toe extra fruit toe aan je smoothie of wat dan ook en uh, zo maak je het net wat leuker en hoe ben je begonnen met die smoothies zeg maar met die filmpjes ja nou het was, ik was echt al een, een aantal jaar bezig want ik denk die die uh, kleurstoffen ben ik denk ik een jaar of vijf zes geleden mee begonnen of zo ja. dus dat is best wel een uh, lang uh, project geweest Um, en op een gegeven moment, ik was heel erg bezig met Facebook-advertenties. Ik heb echt 10.000 euro aan Facebook-advertenties uitgegeven. Wat niet altijd even goed werkte, maar ja. Was, iedereen deed dat qua, qua in die tijd ook met dropshippen deden veel mensen. En dus ja. ik probeerde daar een beetje van af te kijken. Bij Om die mij werkte dat... uh, slijten, zeg maar. Ja, dus ik, ik, ik verkocht ze wel zelf. Ik kreeg geen dropshippen, maar ik, ik nee. zag veel dropshippers die Facebook advertenties deden. Ja. Dus ik ging dat ook doen. Ja. Dus ik heb echt veel te veel geld weggegooid aan dat ja. soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit werkt niet. Ik had dan iedere keer aan het eind van de maand hield ik gewoon te weinig geld over. Ik had echt winstmarges van een paar procent. Weet je wel, dat was echt uh, vreselijk. Mm -hmm. um, dus ja, op een gegeven moment toen dacht ik van... ik moet eigenlijk gewoon marketing op een organische manier doen... zonder dat ik daar geld voor moet betalen. En toen kwam net TikTok als een beetje opgekomen... en ik begonnen net de eerste bedrijven op TikTok ook actief te zijn... en daar een beetje succesverhalen over te delen. Dus ik dacht, nou, eigenlijk moet ik iets met TikTok gaan doen. Ehm... Um, en ik volg wel heel veel mensen die dat soort video's maken. Die, die, die gebruikten al die dure blender die ik ook gebruik om die content te maken. Maar dan voegt ze die kleurstoffen toe voor het blender, zeg maar. Dus het waren een dus soort van video's, maar dan iets meer receptvideo's. Mm -hmm. Dus ik dacht, als ik nou ook zo'n blender koop en uh, ik ga die kleurstoffen ook toevoegen, maar dan doe ik het daarna, dan ziet het volgens mij veel toffer uit. Heb je je lijkt een beetje op die content, maar dat is wel echt je eigen twist wat je eraan geeft. Mm -hmm. En uh, ja, ik dacht, volgens mij gaat dat heel erg goed werken. En ik was sowieso heel erg into smoothies. Vond ik al, dat was mijn favoriete. ...manier om de dag te beginnen eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat deed ik sowieso al. En uh, ja, toen op een gegeven moment... Toen ben, ik die, ...ben ik die blender van 500 euro gekocht... ...een nieuwe telefoon gekocht... ...om het te kunnen, die content te kunnen schieten. En uh, ja, toen ben ik op TikTok... ...die eerste video gaan plaatsen... ...met het idee van... Nou, ...hopelijk kan ik dan mijn producten verkopen... ...zonder dat ik daar dan... ...duizenden euro's per maand ja. aan hoef te besteden... ...via Facebook Ads... Dus, ik had een TikTok of video geplaatst, of een video op TikTok geplaatst. Uh, met het idee van: nou, dat gaat uh, waarschijnlijk best wel goed lopen. Drie nou, views volgens mij of zo, <laughs> weet je wel echt compleet geflopt. Uh, dus, ik had er eigenlijk wel geen zin meer in, want ik had al zoveel dingen ook geprobeerd als ondernemer om. Bedrijf, tot, tot dat moment was mijn bedrijf nog niet echt super succesvol. Ik had wel veel omzet, maar ja, dus ja. weinig winst. Uh, en het was, ja, dus het voelde weer een beetje als een tegenslag. Van ja, ik had echt best wel hoop dat dit zou werken. En het werkte ja. gewoon in het begin niet. Uh, dus ik dacht, probeer je nog één video, even een tweede video op mijn kanaal plaatsen. Uh, en dan zie ik wel uh, wat er gebeurt op TikTok. Dat was nu uh, twee jaar geleden volgens mij. Ja, die kreeg volgens mij 7,5 miljoen views of zo. En toen dacht ik, ja, dit, uh, dit zou toch wel eens kunnen werken. Ik weet nog dat ik toen die avond, uh, ik had die video geüpload en had volgens mij 3000 views. Had ik mijn vriendin gezegd: oh, hij heeft al 3000 views. Helemaal blij, weet je wel. Nou, toen werd ik de volgende dag wakker en had hij dus 7,5 miljoen of zo. Dus het was echt, toen dacht ik, nou, hier, we, hier zit op zich wel wat in. Ja. En toen bleef ik natuurlijk video's plaatsen die komen. dagen. die meteen naar handel of niet? Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, nee. Dus, uh, dus... Maar ik dacht, ja, dat komt nog wel. Ja, ja. Maar, uh, dus ik had in ieder geval die, uh, een video daarna nog geplaatst. Ik bleef die week, uh, video, die week video's plaatsen. Uh, en op een gegeven moment had de video 35 miljoen views, 20 miljoen views. En toen ging het echt door het dak. Toen had ik echt binnen no time een paar honderdduizend volgers op TikTok. Ja, en toen was het echt... Je hebt je, je telefoon in je hand en je kunt ieder moment gewoon... Je schermverversing, je je weer nieuwe volgers, en nieuwe likes. Verslavend, en, uh, hè? Heel verslavend, echt levensgevaarlijk, inderdaad. <laughs> ja. Het is echt een lastige periode om dan nog een beetje je rust te bewaren. Maar ja. Ja, heel gaaf om mee. Maar te Maar zag je sales omhoog gaan qua poeders? Nou, het probleem was dus dat uh, ik kreeg enorm veel views, maar alleen maar Amerikanen. Ja. En mijn producten waren alleen maar verkrijgbaar in Nederland. <laughs> Uh, dus ik had super veel websitebezoekers. Echt, mijn websitebezoekers gingen echt door het dak, maar die konden allemaal niet bestellen. <laughs> uh, dus dat was in het begin een beetje lastig. Uiteindelijk heb ik het wel opengezet voor Amerikaanse uh, bestelling ook. En dat is uiteindelijk ook echt best wel hard gegaan. Yeah. Dus dat was wel tof. Echt uh, klanten gehad in New York, LA en dat soort dingen. En ineens verkoop je over heel de wereld. En, uh... oh, maar heb je het dan over duizenden euro's per maand, tienduizend euro's per maand? Nee, het valt op zich nog wel mee. Het uh, was toch wel lastig, want Amerikanen moesten echt heel veel verzendkosten betalen. Dus yeah. het converteert niet, mijn conver conversieratio was. En dat op, op zich niet echt super hoog zeg maar. Maar dat gaat dan... Uh, sommige dagen had je misschien uh, 700 euro omzet of zo in een dag of zo. Dus wel leuke, uh, leuke bedragen, niet extreem of zo. Ja, maar goed per dag. Ja, dat was, uh, was wel leuk. Dat was dan ja. wel echt het hoogtepunt, hoor. Maar uh, op zich merk je dat het wel goed ging. Alleen op een gegeven moment was, was het probleem... dus, ja, Mijn webshop liep toen eindelijk voor het eerst goed. Ik had hele goede marges. Want ja, je betaalt natuurlijk geen advertentiekosten meer... Dus op zich liep dat, liep dat goed. Alleen toen kreeg ik het probleem dat ik erachter kwam dat naar Amerika verkopen, zeker met levensmiddelen, was er toch best wel, zaten er zaten veel haken en ogen aan. Uh, sowieso qua invoer, qua invoerrechten die mensen moesten betalen, qua aansprakelijkheid. Je, moet natuurlijk, zeggen, ja. je hebt natuurlijk hele hoge claims daar. Ja. dus Op een gegeven moment heb ik ook met, uh, met een jurist overlegd en die zei gewoon, ja, je moet hier gewoon mee kappen, want dit is ja. te risicovol. Qua Als iemand een claim doet, jij ja, kunt gewoon niet uh, verzekerd worden. Ik was zelf verzekerd in Europa, maar buiten Europa niet. Nee. Dus uiteindelijk was volgens mij afgelopen voorjaar, zei uh, ja, een jurist: van ja, je kunt er beter mee stoppen met uh, verkopen in, uh, in Amerika. Ineens zakte heel mijn omzet weer in, zeg maar. Dus toen dacht ik: ja, wat moet ik nou gaan doen eigenlijk? Uh, maar het mooie was dat ik, ik had gewoon mijn, uh, mijn, mijn TikTok, was gewoon mijn, mijn bedrijfstikTok, zeg maar. Dus mijn logo was mijn profielfoto. Uh, dus het was gewoon een bedrijfstikTok. Maar ik kreeg gewoon wel op een gegeven moment berichtjes van: bijvoorbeeld, uh, ik heb een mailtje van Microsoft gehad van: uh, Vinden je content tof? Zou je het leuk vinden om uh, hier.? Uh, een samenwerking mee te doen, zeg maar. Dus ik merkte wel dat ik bedrijven kreeg die geïnteresseerd waren om samen te werken. Wel, ik zat er helemaal niet zo in. Ik dacht, ik ben oh, gewoon goed, een beetje. Microsoft met smoothies. Ja, dat was een beetje vergezocht. <laughs> maar uh, ze hadden vier nieuwe laptops, Microsoft Surface laptops, en vier verschillende kleuren, zeg maar. Ah. Dus ik moest dan voor iedere laptopkleur moest ik een smoothie maken. Dus dat was een beetje de link. Je kunt altijd wel iets bedenken. Maar ik merkte dus dat er interesse was van bedrijven om mij samen te werken. En ik had daar zelf totaal niet over nagedacht, want ik was een product aan het verkopen. En ik voelde me absoluut geen creator of zo. Maar ja, toen dacht ik, ja, misschien moet ik daar toch een beetje gaan naar kijken. Dus op een gegeven moment mijn profielfoto veranderd van mijn logo naar mezelf en mijn naam veranderd naar van bedrijfsnaam soms uh, naar gewoon mijn eigen naam. Ja. Gewoon allemaal wat persoonlijker gaan maken, soms ja. voice-overs gaan gebruiken. Ja, en ineens ging ook de view steeds hoger. En uh, ja, toen ging ik ineens met andere bedrijven samenwerken en mijn webshop ging omlaag. maar dus... Ja, werd ik ineens een creator in een uh, vrij korte tijd. Okay. En, en wanneer ben je met wanneer is YouTube erbij gekomen en Instaf? Was dat eigenlijk vanaf begin af aan al? Of want je zegt je bent begonnen ja. met TikTok. Wanneer kwamen die andere kanalen in beeld dan? Ja, TikTok was echt lang het enige, plat, enige platform wat ik had. Instagram had ik wel gewoon als bedrijfs Instagram, wat ik af en toe een foto plaatste. Mm -hmm. Ik had misschien een paar duizend volgers opgebouwd in die paar jaar, maar dat stelde eigenlijk niks voor. Er kwam ook weinig uh, omzet per se uit. Uh, maar op een gegeven moment gingen heel veel uh, van die teampages op Instagram, gingen mijn video's van TikTok halen en dan reposten op Instagram, zeg maar. Dus er waren mensen op Instagram die hadden echt 10 miljoen views met mijn, uh, met mijn content. Dus toen dacht ik, ja, hier gaat iets mis, want yeah. iemand anders profiteert van mijn content yeah. en ik heb zelf maar 5000 volgers op Instagram. Dus toen ben ik het op Instagram ook gaan zetten, gewoon diezelfde video's. Geen idee waarom ik dat niet eerder al deed, maar mm. uh, dat uh, was nooit echt helemaal opgekomen. Mm. Ze zijn op Instagram gaan plaatsen en op een gegeven moment ook een video daar die 80 miljoen views had en het ging ik ook daar over de 100.000 volgers. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zo makkelijk. Je hebt die content al. Waarom plaats ik het dan alleen op TikTok en niet ook op Instagram? Ja. Dus toen uh, ben ik het ook op, uh, op Instagram gaan zitten. Maar toen dacht ik, ja, YouTube is er ook. Net YouTube Shorts was toen vrij nieuw, dat bestond ja. toen nooit zo lang. Toen dacht ik van, ja, ik moet eigenlijk ook op Shorts gewoon gaan plaatsen. Dus ik was toen, volgens mij, uh, anderhalf jaar geleden, ben ik uh, youtube account aangemaakt, video's gaan plaatsen. Nou, die kregen dan iedere keer op YouTube Shorts 2000 views, 3000 views, gewoon niet heel veel. Na nou, een paar maanden gedaan, en ja, het kwam nooit echt verder. Ik had één video die was 20.000 keer bekeken, maar ja, het, het werkte gewoon niet echt. Wat ik op zich vreemd vond, want het werkte op Instagram, het werkte op TikTok. Ja. Dus ik dacht, mensen vinden het leuk om te kijken, maar YouTube, dat, dat werkte gewoon niet. Um, en op een gegeven moment, uh, af, uh, oktober of september 2022 was dat volgens mij. Ja, toen. Um, gingen die video's die ik dan al maanden geleden had geüpload op YouTube, die gingen ineens viral. Dus die video's hadden misschien 2000 views, die had ik al lang opgegeven. En ineens ging die video dan in een hele korte tijd naar 30 miljoen views en uiteindelijk dus die video 150 miljoen views. Dus video's die al maanden lang op YouTube stonden, die gingen toen pas viral. Dus dat is met YouTube heeft het een heel ander algoritme dan TikTok, ja. heel, anders dan Insta heel anders dan Instagram. Um, dus ja, daar had ik iets meer geduld bij nodig, om het zo maar te zeggen. En mm. uh, ja, dat was echt het meest bizarre, denk ik, wat ik qua social media heb meegemaakt toen in het najaar van 2022. Toen ging ik dus van 200 abonnees in, in, in september volgens mij naar 100.000 in december. Dat was echt in een paar maanden tijd echt bizar. En toen, uh, ja, met YouTube merk je ook heel veel profijt daarvan. Als ineens krijg je ook betaald met social media. Was daarvoor alleen af en toe een samenwerking eens in de zoveel maanden. Mm -hmm. Maar dan krijg je ineens iedere maand betaald. Uh, maar inkomsten van shorts is natuurlijk niet zo hoog, toch? Of met die aantallen wel? Ja, met die aantallen dan kan het toch wel aantikken. Want inderdaad, ja, ja. qua RPM, dus hoeveel je per duizend views betaald krijgt, is het relatief laag. Maar ja. als je maar genoeg views krijgt, dan uh, kan het op zich wel aantikken. Mm -hmm. uh, en destijds was het er relatief nog weinig, want toen hadden ze was het überhaupt nog niet eens gemonetiseerd. Je had nee, alleen af en toe zo'n ja. bonus, zo'n shorts ja. bonus, wat op zich niet heel veel was. Maar toen kreeg ik af en toe, volgens mij kreeg ik toen een keer 1500 euro in de maand. En ik had hem ja. inkomen, had ik op zich al, dus ja. op zich een lekkere bonus toen. Ja. Uh, dus ja, toen had ik ineens honderdduizend volgers. En ineens, dan voel je, je wel een creator. Want YouTube is toch, heeft toch een ander, uh, andere reputatie dan voor ja. veel mensen. Als je ineens honderdduizend volgers op YouTube hebt. Of abonnees dan in dat opzicht. Ja, ja, precies. Dan, uh, ja precies. Dat voelt toch anders. Je krijgt ja. ineens zo'n playbutton, weet je wel. En je wordt uitgenodigd voor, voor events van YouTube. En ja. ik had ineens een partnermanager. En dat was een hele rare ervaring ineens om mee te maken. Ja, en nu tik je bijna de miljoen aan. Ja, oh, dus is. dat is helemaal hard gegaan. Dus toen ja, in een jaar tijd ongeveer van honderdduizend ook nog naar een miljoen gegaan inmiddels. Of ja, bijna een miljoen dan. Um, dus ja, dat gaat echt bizar hard. De laatste maanden ook groei ik gewoon met 100.000 abonnees per maand. En, uh... hey, hoe zit je inkomstenmodel? Waar haal je, je omzet nu vandaan? Kun je een soort verdeling? Want je hebt, je hebt ad-inkomsten, je hebt partnerships. Dat zijn de twee. Nou, misschien nog een klein beetje e-commerce uh, ja, erbij. Ja. Maar dat, dat is eigenlijk niet meer je focus nu, zeg je? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik, nee. ik merk ook wat ik social media vind ik veel leuker. Veel creatiever. Um, ik, ben niet heel, ik ben niet per se de ondernemer die op zijn veertiende al op de markt stond en nee. goed in zijn verkoop. Ik ben eigenlijk, vind ik sales soms wat lastig. Ja. Uh, ik had ook met dat bedrijf best veel B2B en zo en daar ben ik gewoon niet helemaal in thuis, niet nee. helemaal mijn ding en ja, lekker creatief bezig zijn content maken, dat vind ik eigenlijk het allerleukste, dus ook wel een, gewoon een keuze op basis van passie zeg maar, ja, uh, maar, ja maar qua inkomsten is het eigenlijk denk ik het belangrijkste is gewoon ad zeg maar, dus gewoon van, van YouTube, want die zijn dus in februari 2023 begonnen met um, gewoon het monetizen van shorts zeg maar, ja, en in het begin was dat echt super weinig, na het kreeg je één cent per duizend weergaven, nou dan mm. maakt niet uit hoeveel views je hebt, daar verdien je helemaal niks mee. Uh, maar dat is afgelopen jaar wel steeds meer geworden. Want je krijgt dus 45% van de ad-inkomsten die YouTube ervoor terugkrijgt. Uh, en YouTube is natuurlijk gewoon bezig om adverteerders op hun platform te krijgen. Dus je ziet dat dat langzaam steeds meer stijgt. Soms heb ik video's die 5 cent uh, per 1000 views krijgen, wat ook nog steeds niet veel is. Maar dat is vijf keer zoveel als daarvoor. Want hoe, want hoe werkt het even voor mijn begrip of voor de kijkers ook um, uh, dat je bij AdSense hebt bij, bij long longformat video's heb je natuurlijk gewoon de pre-rolls en de mid-rolls en alles. Ja. Maar bij shorts werkt dat wat anders toch? Dus ja, dat, klopt. Daar plaatsen ze uh, advertenties tussen de shorts door. Ja, dus eigenlijk net als op TikTok bijvoorbeeld, je bent gewoon aan het scrollen en misschien zie je één op de vijf video's is een advertentie. En ze stoppen per land, stoppen ze alle advertentieinkomsten in een soort pot en dat verdelen ze gewoon op basis van jouw views in dat land. Zeg maar. Dus je krijgt gewoon net als bij longform, kun je gewoon in je, je YouTube-studio dashboard kun je gewoon zien van hoeveel views je hebt en hoeveel hoe dat vertaalt naar omzet ook per video en zo dus je kunt dat in real time gewoon zien ja yeah. uh, maar het werkt inderdaad net iets anders en omdat je inderdaad geen midrolls hebt je hebt geen advertenties nee. specifiek op jouw video zijn is de rpm natuurlijk wat lager ja yeah. maar ja net als toen um, longform voor het eerst gemonetized was stond het ook nog vrij laag qua rpm Maar dat is natuurlijk ook gedurende de jaren Precies. steeds verder gestegen en Shorts staat yeah. echt nog in de kinderschoenen ja yeah. um, dus ik geloof wel dat het nog steeds meer gaat worden ik heb er wel vertrouwen in dat dat wel echt uh, Want hoeveel, even, en, even om de vraag af te maken, hoe, als we kijken naar omzetverdeling, zeg maar partnerships, la, zeg maar de Microsoft deals noem ik het maar even. Yeah. Uh, en uh, ad-inkomsten, hoe is die verdeling nu ongeveer voor jou? Nou, ik denk dat 75% is echt gewoon ad is dus gewoon wat je met de views verdient inderdaad. Uh, nou, je hebt af en toe één keer in zoveel maanden heb je een samenwerking, maar ja ik heb, doe die niet superveel. Laten we zeggen dat je er vier, vijf per jaar doet of ja, zo. Ja, precies. Um, het zijn al wel op zich leuke bedragen, maar uh, ja, dat is denk ik 25% of zo. Je hebt nog wat affiliate dingen. Ik heb bijvoorbeeld de blender die ik gebruik. Daar ik ah, mee ja. samen. Uh, dus ze kunnen mensen kopen via een linkje. Ja. Um, dus maar je hoofdinkomsten zijn eigenlijk aardinkomsten van met name YouTube. Ja, met name YouTube, ja. inderdaad. Ja. En kun je iets zeggen over cijfers? Of daar zeg maar, weet dat niet vertellen? Want we nou, op je... zich kun je het uitrekenen, want uh, je, je ja, kan ja. naar, naar mijn views kijken en ja, de RPM is verschilt Dus een beetje, soms is het 5 cent, voor sommige video's is het 10 cent, soms ja. is het 3 cent, dat wisselt een beetje. Uh, dus het gaat niet om, uh, om 100.000 euro's in een jaar of zo, maar gewoon, uh, het zijn leuke bedragen, je kan ervan leven. Er zijn uh... dus andere mensen moeten er een maand hard voor werken, zeg maar. Waar jij... Je ja, precies, dat is, ja. dat is het wel, inderdaad. Het zijn mooie bedragen dus waar je lekker... Ik kan er gewoon op focussen, zeg maar, ik doe gewoon fulltime content maken. En de lijn gaat... Zo. ja zeker hoeveel produceer ja. je op de... even even nog een vraag toen ik als je als je als ik nogmaals ik heb hem quick gescand hè? dus ik ben er mm -hmm. niet deep dive in gedoken ja. maar, maar ik kreeg wel na een paar minuten gedacht van hé, hey, het is wel allemaal een soort van hetzelfde ja. is dat ook zo of of verkijk ik me daar dan op uh, als, nou, ik, het, als ik snel kijk ja het formaat is wel hetzelfde maar natuurlijk ook wel bewust omdat mensen moeten je ook echt kennen van ik ben gewoon die die guy van de smoothies zeg maar <laughs> en ik kan misschien ook wel een soort satisfying video met sushi maken of wat dan ook maar ik wil het gewoon echt ik ben die smoothie guy en, uh, maar op dat... een gegeven moment heb je toch elke kleurstof er wel een keer in gemiet, dus? Nou ja, dat dacht ik ook inderdaad, maar het zijn toch. Het voordeel is mensen krijg echt bizar veel comments <laughs> iedere dag en mensen hebben de gekste verzoeken van. En daar reageer je? Daar reageer op, hè? ik eigenlijk op. Dat is ook een beetje de hoek die je die ik gebruik om uh, mensen te laten stoppen met scrollen, zeg maar. Dus mensen zijn aan het scrollen en je ziet ook oh, maak, dan zie je een comment die ik gebruik, maak een uh, Mr Beast smoothie of weet ik veel. Dat... Ja, ja. En dan maak ik in die kleuren maak ik die smoothie en. Ja. Um, of ik wet dat je geen rainbow smoothie kan ja, maken. Precies. Oh, ja, precies. En vaak is het ook werkt het goed als mensen als het een beetje discutabel is, dus dan vragen mensen kun je een rode smoothie maken. Nou, dan maak ik dat. En dan zeggen mensen dat het eigenlijk roze is en dan gaan ze daar helemaal in de comments helemaal lijpen overal op TikTok en uh, ja, dat, dat, dat zit er ook keer, wel ja, achter. Hè? Ja, dat zitten mensen echt gaat heel diep. Uh, maar dat is weer grappig om te zien. En uh, maar reageer zich, jij veel op comments? Ja, ik ben er echt veel mee bezig. Ja, ik zit echt. Ook op, op die bot, hè? Want ik bedoel, er zit natuurlijk ook zeker op TikTok zit ja, ook gast. En je denkt van gast, weet je? Ja. Doe normaal. Reageer je daar ook op? Ja, ik probeer ook op negatieve comments gewoon heel aardig te reageren. En mm. juist zeggen: altijd killing with killing kindness, zeg maar dat altijd wel, ik probeer. En vaak vaak mm. proberen mensen gewoon je aandacht te pakken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld iets van. Uh, Iets negatiefs, weet ik veel wat. En dan reageer ik daarop met... Oh, jammer dat je niet leuk vond, een hele fijne dag vandaag, met een hartje erbij. En dan ja, ja, oh ja, ik wilde gewoon je aandacht. Ja, 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 en dan ja, 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 weet je wel, ja, ja. zoiets we is het. Dus... Verdien je iets met TikTok überhaupt? Nee, hè? helemaal niks. En ja, Het is wel het meest interessant voor, uh, voor samenwerking. Want op, op YouTube heb ik ook is de demographic wat anders. Daar heb ik denk ik, uh, laten we zeggen dat 20% Amerikaans is, 20% Indisch, uh, 10% Indonesië. Dus best veel Aziatische Zo landen. Zo'n wereldbevolking eigenlijk ook. Ja, ja precies. Ja. Uh, en op TikTok is het echt alleen maar Amerikanen. En dat is natuurlijk voor adverteerders veel interessanter. Dus als ik samenwerk, is het vooral op, op TikTok. Dus in dat opzicht verdien ik wel met TikTok. Maar ze betalen in Nederland helaas niks qua voor nee. je views, wat heel jammer is natuurlijk. Want ja, die ja. zijn af en toe best hoog. Dus het was op zich uh, waren dat leuke bedragen geweest, wat ja. je misloopt. Ja. Ik zeg wel eens voor de grap: van ik had eigenlijk in Amerika moeten wonen, dan was ik uh, was ja. binnen geweest. Ja. Maar uh, helaas is dat nog niet. Maar misschien komt dat ooit nog. En hoeveel produceer je nu? Hoeveel content zeg ja. maar? Uh, ik maak iedere dag in principe video's, in principe zeven, zeven in de week maak ik nog wel eens een keer een uitzondering. Dus ja, gemiddeld vijf, zes video's in de week. Uh, en dan af, denk ik denk één keer in de twee weken... nu een longform video. Uh, maar daar probeer ik, waar, waar we het net ook over hadden... van Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Al die shorts zijn allemaal een beetje hetzelfde. Ja. En het zijn vrij simpele video's. Mensen leren mij niet echt kennen. En dat begint wel een beetje mij op te breken. Want het wordt wel een beetje een soort... Uh, je wordt een beetje een soort one trick pony, zeg ja. maar. Dus ik probeer wel de laatste maanden nu ik echt... dat is echt maar sinds oktober, afgelopen oktober... doe ik echt fulltime content maken... en ben ik die webshop zeg maar een beetje aan het loslaten... Mm -hmm. um, sindsdien probeer ik wel echt ook mezelf te laten zien en voiceovers te gebruiken, ook beelden van mezelf te laten zien, dat je een soort split screen gebruikt, dat mensen ook mij zien, dat ik iets vertel over, over het recept, ja, ja. uh, longform video's waarin ik gewoon zelf in de keuken sta en ik heel het recept laat zien, heel het proces, dat ik naar de markt ga in Amsterdam en ah, ja. uh, mensen meenemen in dat proces, dat vinden mensen ook tof om te zien. Is dan dus, meer werk. Ja, zeker, maar dat, ik vind dat echt super tof om te doen en ja. uh, veel hoe, doe, hoe doe je dat? Neem ons eens mee, want want even, ja, want, als we het toch echt over het creëren proces hebben, zo'n ja. smoothie maken, dat is gewoon met je mobieltje erboven hangen. Heb je die dan in een soort gridje vasthangen dat het altijd hetzelfde is? Ja, ik heb gewoon een statief inderdaad dat die vast stond. En uh, dan hangt hij erboven. Uh, op zich zijn het makkelijke video's om te maken. Het is, uh, het is wel alleen vaak... Ja, het is natuurlijk een smoothie, dus het kan ook misgaan. vaak. Ik, het gebeurt ook regelmatig dat het niet helemaal goed gaat. Dat de blender vastloopt of wat dan ook. En dan denk je, oh, ik ga vandaag flink content maken. En dan werkt het gewoon even niet. Uh, dus het gaat niet altijd even simpel, maar... Uh op zich dat ook geen ramp en uh, ja ik, ik voeg die poeders toe uh, en dan na de video haal ik hem uit de blender ga, ga ik hem nog zonder dat ik het film ga ik hem gewoon toppen met ander fruit en dingen en ga ik hem zelf opeten want het is gewoon in principe mijn lunch of mijn ontbijt of wat dan ook veel smoothies gewoon ja ik eet echt iedere dag smoothies inderdaad. dat doe je op basis van uh, wat wat is het basis ingrediënt je het uh, bananen over het algemeen dus ik gebruik <coughs> bijvoorbeeld bananen en verder niks ook geen, geen melk geen what whatever. helemaal niks anders alleen banaan? Ja, ik wil ook wel eens anders fruit, maar bananen is wel echt het makkelijkst voor de video's, want dat heeft echt een specifieke... Maar geen melk of kwark of yoghurt Nee, of helemaal niks. Want zo... het moet huh? echt zo dik mogelijk zijn, want dat werkt het beste qua, qua video's, zeg maar. Dus maar hoeveel ik... bananen eet je in de week dan? Ja, echt, 10, echt uh, 15 of zo, 20, weet ik veel. <laughs> ja, <laughs> echt ja, veel te veel, ja. ja. Is, te grappig dit. Ja, dat is wel wel grappig. Hey, en, en het edit en zo, doe je het allemaal op je smartphone of doe je dat achter je computertje? Nee, het edit mm. doe ik wel echt op in Adobe, zeg maar, want ik okay. vind het wel relax om echt even de tijd ja. voor te nemen en ja. op mijn laptop te doen en... Uh, ja, op zich zijn het vrij simpele En je dat maakt dan zeven beetje... shorts per week? Ja, precies En, die ma en ja. produceer je die ook per dag of, bereid, of doe je er meer op een dag? Nee, in principe probeer ik het iedere dag te doen. Gewoon dus eentje per dag, want ik wil ze ook opeten. Dus ja, ja, ja als je er vier per dag doet, wordt dat wat lastiger. Kijk, soms als ik op vakantie ga, doe ik dat wel eens. Ja. En dan eet je ze misschien niet allemaal op. Maar over het algemeen probeer ik gewoon één per dag te doen. Dat je hem gewoon als ontbijt of lunch maakt. Uh, en daarna ga je gewoon uh, editen en dat soort dingen. En, zo van, uh, je moet toch eten, dus kan ik dat niet filmen. Precies, Dat ja, is ja, het, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. En, die long, dat, en dat long, uh, die long, die langere video's waarbij je de markt op gaat en zo, hoe produceer je dat? Ook helemaal Eigen, zelf. Ook gewoon met mijn telefoon, inderdaad. Dus dan ga ik gewoon met mijn telefoon. Uh, ja, die specifieke video bijvoorbeeld, ga ik naar de markt, film ik mezelf, film ik wat voor ingrediënten ik ga halen. En ik voeg dan uiteindelijk een voice-over toe. Uh, en die edit ik ook gewoon zelf. Uh, op zich zijn de edits vrij basic. En ik vind editen, ben ik enigszins wel ook wel goed in. Ja. Um, dus op zich kan ik dat allemaal zelf nu toe en is dus dat niet mega veel werk, dus dat is wel relaxed. En uh, zolang ik het allemaal zelf kan, uh, probeer ik dat zo vol te houden. Maar uiteindelijk, misschien komt er een keer een moment, zeker als je echt met longvorm bezig gaat en naar het volgende niveau wil, dan ja. zou het kunnen dat je misschien een keer uh, mensen nodig hebt natuurlijk. Maar. Hoe dwingend uh, is het? Want um, de, veel mensen die zien dat niet zo in. Maar als je op een gegeven moment echt, ja, je hebt er echt je business van gemaakt, je leeft ja. ervan. Ja. Uh, dus dat is, het, is, het is echt een fulltime job. Sterker nog, het is altijd aan de gang. Je kan niet eens ja. zeggen van, ik uh, bedoel, ik ga eens even twee weken niks doen, of weet nee. ik wat. Hoe dwingend is het? Nou, je, je merkt wel, zeker sinds ik het fulltime doe, dat dat toch wel veel druk met zich meebrengt. Eerst steek ik het gewoon een beetje bij mijn webshop erbij, en dan was het leuk als je een keer uh, lekker verdiende, maar dan had je, had je gewoon een mooie bonus. Maar nu staat er wel druk op, want het is wel gewoon je inkomen. Ja. Uh, en je merkt wel echt inderdaad, als je even een paar dagen niet post, dan, dan gaan je views ook echt wel meteen omlaag. Dus hoe, hoe meer je post, hoe beter. Dus je hebt altijd wel zo'n druk van, ja, als je een dag niet post, dat is wel gewoon een gemiste kans. Dus, ja. ja, want gisteren heb ik dan niet gepost en dan moet ik vandaag wel echt weer een video maken om weer een beetje dat momentum te houden. En je merkt ook al vanuit YouTube dat ze daar echt wel mee bezig zijn om te zeggen, ja, je kunt echt het beste iedere dag een short plaatsen. Dat heeft echt, ze hebben gewoon gezien in hun eigen data dat dat het beste helpt om, om te groeien, zeg maar. Mm -hmm. Als je ook kijkt naar creators die echt ook nog veel meer views doen dan mij, want ik had bijvoorbeeld afgelopen maand, januari, had ik 175 miljoen views over alle uh, social media platforms. In een in de maand, maar je hebt ook wel echt creators die met shortform, ja, weet je een miljard views per maand hebben. Echt, die, dat is echt de top, zeg maar. Ja, die plaatsen echt gewoon twee, drie video's per dag, zeg maar. Dat ja. is voor mij niet haalbaar, maar ja, uh, ja dat is wel, kun je wel zien wat, uh, ja, wat de standaard is. Ja. Dus probeer je daar zo dicht mogelijk tegenaan te zitten en dat is voor mij, ja, de max merk ik een beetje eentje per dag. Maar uh, ja, dat is een beetje wat uh, waar je hmm. naartoe moet, zeg maar. Wat zijn je plannen voor, uh, voor het komende jaar? Nou, ik wil sowieso. Dus uh, ik verwacht deze maand nog uh, 1 miljoen abonnees te halen. En dat, dat wordt er wel even een mooi feestje gevierd. Dan krijg je ook ja. natuurlijk de gouden playbutton en uh, het is wel echt even een mooie mijlpaal... waar ik even bij stil wil gaan staan. Ja. Uh, maar ik wil uiteindelijk, ja, ik, nu ben ik uh, echt. Heb, ik heb ervoor gekozen om, om, om social media te gaan doen. En ik heb altijd als ik ergens mee bezig ben, dan wil ik gewoon de top halen, zeg maar. Dus ik had mijn webshop ook. Als mijn doel altijd, nou ik wil gewoon over heel de wereld wil ik mijn producten verkopen en. Mm -hmm. uh, ja, gewoon echt een groot bedrijf van maken. Nou, dat is uiteindelijk dan een beetje anders gelopen. Uh, maar nu ik social media doe, wil ik ook echt gewoon een van de grootste YouTube-kanalen van Nederland ervan maken. Ik heb nu straks 1 miljoen, volgens mij is het de grootste 30 miljoen, als ik het goed zeg. Mm -hmm. uh, nou, ik wil gewoon in die top 20 staan van grootste YouTube-kanalen in Nederland. Dat lijkt me heel tof. Um, en uiteindelijk lijkt het me wel heel gaaf om ook weer er een uh, webshop van te maken. Want nu zit daar dus. Het werkt nog niet helemaal omdat ik heel veel Amerikaanse volgers heb. Maar ik wil uiteindelijk wel gaan kijken van hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik toch producten kan gaan verkopen. Of nou die kleurstof zijn, weet ik niet. Want dat is juridisch soms lastig. Omdat levensmiddelen nog meer risicovol ja. zijn qua aansprakelijkheid, Maar misschien ooit mijn eigen blender ontwikkelen of wat ja, dan ook. Maar ja, ik ja. vind e-commerce nog steeds wel heel interessant. Ja. Dus daar wil ik zeker wel nog naar kijken van hoe ik dat kan gaan doen. Uh, dus daar ben ik zeker mee bezig. Maar voornamelijk de focus is gewoon echt van lekker knallen. Longform wil ik dit jaar echt, echt gaan uh, ownen, zeg maar. Want ja. nu heb ik... Ja, af en toe wat leuke views. Op, op, volgens mij is mijn meest bekeken longform video 20.000. En dat is gewoon nog niet genoeg. Mm Het -hmm. lijkt me gewoon heel tof om daar gewoon 100.000 views per video op te pakken. En uh, ja. ja, dat is echt mijn doel voor, uh, voor dit jaar vooral. Ja. Ja. Waar ben je nu? Ik ben nu 29. Ja, maar... ja. Tijd genoeg. Future all yours. Hey, dankjewel ja. man voor het delen van dit verhaal. Ik super ja, inspirerend. En, en uh, super leuk dat je hier op 7DTW was. En uh, heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Ja, thanks. Komt goed. En uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. En vind je dit soort gesprekken nou tof? En heb je zoiets van ja, daar wil ik niks meer van missen. Zit je op YouTube. Hieronder kun je klikken. Klik ook op het belletje. Dan mis je helemaal niks meer. En zit je te luisteren op je podcastkanaal. Ook daar kun je 7DTW uiteraard volgen. Voor nu. Dankjewel. はい。<music>